Hey guys, welkom bij de maandag van april. We hebben al een heleboel leuke projecten achter de rug bij Event en Media. Dus blijf kijken en geniet ervan. Ik ben chief geweest van Glossy. En Glossy is een tijdschrift van deze school. Ik heb de foto's gemaakt. Hebben we foto's gemaakt van iedereen. We zijn naar buiten gegaan. We zijn naar Happy Italy toe gegaan. En toch zijn we die foto's gaan maken. De foto's zijn echt super mooi geworden. Als jullie dit kijken, de docenten die nu in het tijdschrift staan. Echt heel goed gedaan. Hele leuke foto's zijn het geworden. Dit is de Glossy. En hier heb je allemaal foto's in. De flowbureau gemaakt. Dit is de voorkant. En als je naar goed kijkt, zie je nu een heel knap kopje in beeld. We hebben onze topmodel Quincy, die komt hier op de koffer. En dus laat het niet aan je vriendin zien, want die ben je kwijt dan. Wat zei je nou? Ik weet niet wat je zei. Ik heb wel echt geleerd hoe je goed samenwerkt. Dat is, want met zo'n fotoshoot moet je echt met elkaar communiceren. Doei! Laatst hadden we een pompetition. De pompetition was nice. Het was een kookcompetitie van een aantal medewerkers hier op school. Dat is de eerste keer dat ik pom heb geproefd. Het was best lekker. Dit verschil proef je wel echt gewoon qua verschillende pom. Pom is een Surinaams gerecht voor de mensen die het niet weten natuurlijk. Ja, pom is zeg maar de Surinaamse lasagne of zo. Was ook de eerste editie van dit zo'n evenement. En als het over eten gaat, je weet toch. Prima. Nee, het was in de pauze trouwens, dat alle studenten konden proeven. En na het proeven konden ze stemmen welke het lekkerste was. Wat ik goed vond gaan was dat er heel veel gasten kwamen om pom te proeven. Dat is veel verschillender, want sommige pom was gewoon zeg maar heel zoet. Sommige pom waren meer kruidig of zo. Schaap-eskar, die was heel populair onder de student. Daar had ik natuurlijk ook een ijsje bij, ja. Dat was echt helemaal top. Het was gewoon een rij, ik weet niet, je moest een half uur wachten voordat je schaafijs had. Niet te zoet, maar ook niet... Te niet zoet. Maar wat ik volgende keer sowieso wil zien, is nasi. Ik hou echt van God bless nasi. Oh mijn god, nasi is zo lekker. Wees bij de next version. Let it know in de comments als jullie lekker vinden. En misschien komt het dan wel in de toekomst en wees daarbij, want dan kun je zelf proeven en stemmen. Ik heb geholpen achter schermen bij de jonge ambtenarenverkiezing. Gekozen waren om daar mee te doen. Die kwamen dan met de familie en ja, dan werd eigenlijk uitgereikt wie de winnaar was. Waar ik microfoons aan mocht geven aan de sprekers en ook aan Peter af moest halen. Maar ik deed van welk kant moet op en zo. Nou, zelf ben ik bang om met de microfoon door de zaal te lopen. En toen we het draaiboek voor het eerst kregen, stond dat erin dat ik dat moest doen. Toen was ik heel bang om dat te gaan doen, maar dat heb ik uiteindelijk wel gedaan. Ik vind meestal gewoon met de pauzes wanneer we aan de tafel zitten gewoon leuk om verhalen te horen van iedereen wat ze gaan doen. Nou, Nathan en Tariq die maken altijd grappen. Of die laten me struikelen als ik aan het lopen ben. Gewoon een beetje gezellig maken met elkaar. Tariq, Nathan, ik pak jullie nog wel. Quincy kwam naar me toe met de microfoon en toen zei hij, hoe heet je? Dus ik zei, Mare Brouwer. Toen zei hij nog een keer, hoe heet je? Dus ik zei, Mare Brouwer. Daarna zei hij nog een keer, zei hij, nee, je maakt een grapje met me. Zei hij, haha, ja. Yo, ik ben hier samen met? Mare. Brouwer. Wat? Achternaam? Brouwer. Brouwer. Ja, ik was bij Modern G's, was ik de fotograaf. We gingen bij Fashion Design gingen foto's maken. Ze hadden een project dat ze kledingstuk gingen maken, maar voor een andere purpose. Dus dan gingen ze van een broek gingen ze bijvoorbeeld een shirt maken of zo, of mouwen. En het is heel, heel leuk uitgekomen, zou ik zeggen. Althans, ik vond ze heel leuk gemaakt. Sowieso ging het opzetten heel goed. Er zat meteen een backdrop klaar voor ons. En we konden heel makkelijk gewoon een statief opzetten. De camera's verbinden aan de laptop. Hebben we heel goed gedaan. We waren gewoon bezig met één groepje, gingen foto's van hen maken. En op een gegeven moment waren we al een half uurtje verder en we moesten steeds sneller werken, steeds sneller foto's maken en snel bepalen wat wel niet goed was. We hadden tijdens het foto's maken hadden gewoon leuke muziek aan. Dus dat ging gewoon een beetje vibe terwijl we foto's aan het maken waren, weet je. Het was gewoon gezellig. De foto's die we aan het einde hebben gemaakt met z'n vieren zijn ook heel leuk uitgekomen. Kijk hier. You look good.